wij hebben gehouden over eerlijk delen, over internationale solidariteit, over de zwaarste schouders die de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen, over links uit de crisis, dat echt ook in Tilburg enorm gehoor heeft gekregen. Laat ik allereerst de mensen die hebben gestemd, de kiezers die op de Partij van de Arbeid hebben gestemd, van harte bedanken. Want zij zijn degene die natuurlijk hun stem hebben laten horen en op deze manier op een gegeven moment het verschil hebben weten te maken in Nederland. Nogmaals hartelijk dank. Spanje was een groot succes. Wat is er anders dan vorige keer? Wat doen jullie anders? Wat wij in vergelijking met andere partijen anders doen, is dat wij heel vroeg zijn begonnen. Dus in juli al. Met de plannen en de campagne op zich. En dat we heel vroeg de straat op zijn gegaan. En daar konden we ons verhaal aanslijpen. Eigenlijk parallel aan wat Samson heeft gedaan. Dus ook die is in maart al de straat op gegaan met zijn interne campagne. En kon daardoor ook de hele tijd zijn verhaal beter slijpen. Omdat hij met heel veel mensen in gesprek ging. En dus het ook goed doet in debatten. En dat hebben wij een beetje gekopieerd van. Je merkte tegen het einde van de campagne dat de mensen ook steeds enthousiaster raakten over de PvdA. En ik ben ontzettend benieuwd wat de uitslag voor Tilburg zal uitwijzen zometeen. Welke coalitie? Nou, in mijn ogen zijn er op dit moment twee mogelijkheden. Dat is de VVD en de Partij van de Arbeid samen. En dat is of de VVD en de Partij van de Arbeid samen, of Partij van de Arbeid, SP, CDA en D66 samen. Wat ik hoop is dat er op de coalitie die het beste voor Nederland eruit kan halen. En dat is voor een sterker en een socialer Nederland. Dat is de coalitie waar ik op hoop. En of dat nou de VVD en de Partij van de Arbeid samen is, of dat de andere coalitie is wat ik net aanhaalde, dat is voor mij op dit moment minder belangrijk. Belangrijk is voor een sterker en sociaal Nederland het beste en zoveel mogelijk eruit halen. Die coalitie heeft mijn steun en mijn voorkeur. Ik denk dat je het beste kunt regeren met twee partijen. En dat is de PvdA en VVD. Daar zijn ze allebei niet even blij mee, laten we dat helder wezen. Dat hebben ze de afgelopen campagne ook wel aangetoond. Maar het is de meest logische. En een derde partij zie ik er niet gauw bij komen. Althans niet bij de eerste ronde van de verkiezingen. Want de PvdA zal niet blij zijn als de VVD met een wat rechts broertje of zusje komt aanzetten. Zoals in D66. En de VVD zal niet prettig vinden als wij met een links broertje of zusje komen aanzetten. Sap of Roemer. Dus wij zijn met z'n tweeën op elkaar aangewezen. En daar zal de eerste coalitieonderhandeling over gaan. Nou, we krijgen vandaag waarschijnlijk een coalitie te zien van PvdA en VVD. Dat ziet er nu naar uit in de prognoses. Wat denkt u wat de gevolgen zijn voor de bestaande coalitie hier in Tilburg? Nou, we hebben een breed college in Tilburg. En dan blijkt ook dat als je een beetje over partijpolitieke tegenstellingen heen stapt, dat je op een hele goede manier met elkaar de stad verder kan brengen. Ik hoop ook dat dat op rijksniveau gaat gebeuren, want Nederland heeft echt niet eventjes weer zo'n Italiaans kabinetje nodig. Nederland heeft een kabinet nodig wat voor 4 jaar het land uit de crisis haalt. En wat ik vanavond vind is dat daar toch wel Nederland gestemd heeft voor een kabinet in de breedte wat dat gaat doen. En ik hoop dat zo'n kabinet er komt. Okay. En kijk, de Tilburgse Raad heeft natuurlijk al als twee grote partijen PvdA en VVD. Denkt u dat het ook van invloed zal zijn op de stemming in de Raad? Nou ja, ik ben voorzitter van de Raad en er zitten 45 raadsleden in met 11 partijen inmiddels. Daar doe ik geen uitspraak over. Maar wat ik echt vanavond vind dat de waarde is van wat vandaag de Nederlanders gezegd hebben over de nationale politieke keuzes, is dat de argumenten ertoe doen. De campagne ging over argumenten en de campagne ging niet over zwart-wit. En wat ik hoop in de democratische politieke cultuur in Nederland is dat het een beetje een keerpunt is naar een situatie waar mensen elkaar weer bevragen op, ja, van hoe zit het echt? En dingen zijn soms niet zwart-wit. En ik hoop dat dat een beetje
de voorbode is ook van een politiek debat in Tilburg breed. Niet alleen in de gemeenteraad, maar met alle Tilburgers over oplossingen waar ook de nuance die vaak nodig is in keuzes tot uitdrukking gebracht wordt. Dank jullie wel voor deze mooie avond. Een verkiezingsavond, misschien tot over 2 jaar, misschien tot over 4 jaar. Het staat nog niet in de agenda, maar in ieder geval, wij hebben genoeg te doen als burgers. Naast wat de wetgeving ons biedt, is er binnen de wetgeving nog genoeg ruimte om onze ideale vorm te geven. We leven met 7 miljard mensen op 1 aarde en ik denk dat vooral de SP ook daarvoor staat. Het samen goed voor elkaar hebben, goed voor elkaar doen en via de straat, via je collega's, via je mantelwerk, via het zorgen voor elkaar een mooie wereld scheppen. En daar leven wij op. En het leven is gewoon 1 groot feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Yeah! En bij de SP gingen de ballonnen naar beneden. En kijk hoe deze stemverhouding van VVD en PvdA, wat voor een gevolg heeft dat voor de coalitie hier in Tilburg? Nou, kun je nou indenken dat wij de 3e partij van Nederland zijn? De 3e partij van Nederland, dat is niet niks. En wij doen niet mee. En heel raar, een partij als GroenLinks, die misschien in Tilburg nog een zetel overhoudt als we straks om gaan rekenen, die levert de wethouder. Ja, als je nou altijd in Tilburg altijd maar ja moet zeggen tegen de grootste partijen en je mag nooit je idealen verdedigen, dan vind ik dat Tilburg een slechte democratie heeft. Ik hielp eigenlijk een beetje in de plooien. Het lijkt erop dat VVD samen met PvdA gaat winnen. Wat vind jij daarvan? Wat is het feest hier in Tilburg? Nou, het grote feest is op dit moment in Scheveningen natuurlijk. Daar zijn de meeste partijleden. En we zijn nu gewoon lekker een biertje te drinken van 3 weken harde campagne voeren in Tilburg. En gewoon aan het genieten en ook verbazen wat er in Nederland gebeurt. Want ik had het echt niet verwacht. Wel gedroomd, maar niet verwacht. Denk je dat dit gevolgen heeft voor de coalitie in Tilburg? En zo ja, wat? Nee. Eigenlijk zie je dat we midden heel sterk vertegenwoordigd is. En we hebben ook een heel breed coalitie in Tilburg. En ik denk dat de verhoudingen hetzelfde blijven als voorheen. Het is natuurlijk heel vervelend voor GroenLinks dat ze een stuk kleiner zijn geworden. Maar ja, ik denk dat trekt zich wel weer bij op termijn, hoor. Het verandert na een tijdje. Hè. Dus dit is vandaag zo. Maar over een aantal jaren, het verandert zo in Nederland. Dan moet je bewust van zijn. We moeten elke dag hard blijven werken. Wij als VVD kunnen echt niet blijven rusten. Net hoorde ik van de oppositie, Bart van der Kamp, die zegt van nou, als PvdA en VVD hier niet uit gaan komen, dan hebben we in februari misschien wel opnieuw verkiezingen. Wat denk jij daarover? Nee, dat zie ik niet gebeuren. Ik denk toch dat Nederland heeft gezegd, neem je verantwoordelijkheid, zorg ervoor dat het een moeilijke tijden, dat we beterer, hè, dat we samen gaan werken en dat we ons problemen gaan oplossen. Want alleen maar ruzie maken op de flanken, dat lost geen problemen op. Een laatste vraag. Denk je dat deze verhoudingen nu ook een invloed hebben op de stemming in de Raad? In de Raad? Nou, ik vroeg het net ook. Nee, dat gaat denk ik niet gebeuren. Het is aan het begin van de avond in volle.